Er wordt zoveel gezegd en geschreven over voeding. Maar wat is nu eigenlijk gezond en bewust eten? Ik ben benieuwd wat de experts daarover te zeggen hebben. Ik zocht naar de belangrijkste bronnen voor de antwoord op de vraag wat is nou gezonde voeding. Toen dacht ik, ik ga kijken inderdaad bij die oudste kennis en bij de nieuwste wetenschap. En toen kwam ik tegen dat die elkaar dus bevestigen, onderstrepen. En die oudste kennis gaat over volken die al duizenden jaren hebben bewezen gezond te kunnen eten. Dat leek me een hele goede bron. Die volken zijn bezocht toen het nog kon, toen ze dus nog niet in aanraking waren gekomen met de voedingsindustrie, zeg maar voordat die opkwam, pak een beetje 80 jaar geleden. Toen zijn die volken bezocht over de hele wereld door allerlei mensen die ik ook benoem in het boek. Maar één daarvan is heel erg opvallend, dat is een Amerikaan, Weston Price heet hij. Die is op 14 plekken geweest in de wereld om te kijken wat nou het geheim was, want dat wou hij ontdekken van de gezondheid van al die totaal verschillende mensen. En hij ontdekte dat ze inderdaad verschillend aten. De Aboriginals eten natuurlijk heel anders dan de Maori en de Maasai en de mensen voor de kust van Schotland en de Eskimo's. Maar de overeenkomst was dat ze hele grote hoeveelheden vetten, vitamine en mineralen tot zich namen. En dat wordt bevestigd door die nieuwste wetenschap. Oké. En toch is de wetenschap het niet met elkaar eens. Terwijl jij eigenlijk in je boek wel degelijk tot een bepaalde conclusie komt. Hoe kan het dan dat die onderzoeken elkaar blijven tegenspreken? Nou, ik denk ook dat er veel op een soort emotionele manier naar wetenschap wordt gekeken. Of op een ideologische manier. He, dus uitgaand van een bepaalde blik op hoe het zou moeten. Ik heb echt gekeken op een onafhankelijke, journalistieke manier afstand genomen. Ja. He, ik wou gewoon kijken, het maakt mij niet uit wie er gelijk heeft, maakt mij niet uit waar ik uitkom. Vertel me hoe het zit. Het belangrijkste is dat je echt snapt hoe het zit, want dan kun je op elk moment, in elke tijd, in elk land, kan je die kennis toepassen. Als je weet wat je eet, kan je dus overal verstandige keuzes maken. En dan ga je als een soort jager-verzamelaar eigenlijk de supermarkt door. En dan kan je gezond eten en leven. Als jij de Nederlandse consument 3 tips zou mogen geven om een stukje gezonder en bewuster te eten, wat zou jij dan mee willen geven? Maar als ik nou heel snel zou schakelen, dan zou ik zeggen, het allerbelangrijkste is eigenlijk maar 1 tip. Zorg dat het natuurlijk is. Terug naar de bron, de natuur. We vergeten wel eens in tijden van iPhones en ribbelchips dat we eigenlijk gewoon natuurwezens zijn. Dus we zijn onderdeel van de natuur. Ga ook naar de natuur terug en zorg dat je natuurlijk eet. Dus zoveel mogelijk pakjes en zakjes vermijden. Zoveel mogelijk dingen vermijden die we eigenlijk als mensheid nooit gedaan hebben. Zoals de hele snelle koolhydraten. Kijk in de supermarkt bijvoorbeeld meer met de blik van je lichaam. We kijken vaak met ons misleide verstand. En dan gaan we keuzes maken. We kijken misschien met de trek die we hebben op dat moment. We kijken misschien met onze ogen en we zien dat het er leuk uitziet. Maar vraag bij wijze van spreken. Maar dat kan ook omdat je het onderwerp goed snapt inmiddels. Wat zou mijn lichaam willen dat ik eet? Pas dan die 80-20 regel toe. 80% goed, 20% niet. Maar zorg wel dat je die 80% goed begrijpt. Want er zijn heel veel mensen die denken ik doe 80-20, maar eigenlijk doen ze 60-40. Ja. En dus jij zegt dat de essentie is natuurlijk. Betekent voor jou natuurlijk dan ook biologisch? Nee, niet per se. Als het voor mensen te duur is of te ingewikkeld of het zit niet in hun blikveld, is het eigenlijk stap 2. Dat zijn eigenlijk die details. Zelf eet ik natuurlijk graag biologisch. Maar als je voor jou al een stap is om bijvoorbeeld meer groente te gaan eten, dan zeg ik, haal je groenten dan maar liever gewoon bij de Albert Heijn. Ook al komt dat misschien uit een kas en heeft het heel weinig met de natuur te maken. En als we kijken, uit onderzoek blijkt dat mensen in Nederland steeds kritischere houding krijgen ten opzichte van voeding. Maar ook steeds wantrouwiger tegenover de voedselindustrie. We hebben natuurlijk laatst het eierschandaal gehad. Hoe zou jij dat vertrouwen van de consument willen wegnemen? Denk je dat daar transparantere labeling daar een oplossing in is? Wantrouwen is altijd goed. En uiteindelijk gaat die fabrikant ook leveren wat de consument wil hebben. In feite, net als met politici, je krijgt waar je om vraagt in feite. Dus als de consument gezondere leefomstandigheden wil, waardoor we gezondere producten krijgen, bij dieren bijvoorbeeld, of bij de gewassen, dan komen die producten er. Maar goed, jij legt dus een grote verantwoordelijkheid bij de consument neer. Maar de consument wordt natuurlijk ook beïnvloed door die voedingshypes. Jij zegt zelf ook nu een stuk beter op suiker te letten, ook op brood. Maar dat deed jij 10 jaar geleden wellicht nog niet. Nee, 10 jaar geleden leef ik gewoon als de gemiddelde Nederlander wat betreft voeding. En ik dacht altijd van, het wordt in de winkel verkocht, het zal wel goed zijn. En per stuk zijn die producten vaak ook helemaal niet zo rampzalig. Het is alleen dat we ze allemaal achter elkaar opeten. En daardoor krijg je je lichaam eigenlijk klap op klap, de hele dag door. Dus het zijn geen uitzonderingen, het zijn de hele tijd uitzonderingen achter elkaar. Het is ook een vorm van bewustwording. Dat komt ook op allerlei andere vlakken terug. In mijn leefomgeving, in supplementen, in... Eigenlijk in allerlei deelgebieden is het eigenlijk een vorm van bewustwording die begint bij kennis. Ja, je leert iets, je leert nieuwe informatie en je denkt ja, dit is belangrijk en dan ga je het een tijdje toepassen. Sommige dingen beklijven, andere dingen verdwijnen weer. Ja, uiteindelijk gaat het erom dat je de motivatie haalt uit dat het werkt, dat het goed voor je is. Ja. Ja, anders hou je het niet vol. Wat je moet doen, en dat is eigenlijk dus niet goed mogelijk voor een gewone consument. Ik was ook zo'n gewone consument, maar ik ben dus ook journalist. Het heeft me toch wel 2 jaar gekost om dat hele onderwerp goed in de smiezen te krijgen. En de truc is om per deelonderwerp, suiker, cholesterol, omega-3, noem het allemaal maar op... iedere keer zo'n onderwerp van alle kanten te bekijken. Als je op die manier de hele tijd maar doorgaat en niet bij de eerste laag stopt, maar iedere keer die hele ui afpelt, dan kom je tot de kern en dan kom je iedere keer ook tot de essentie van zo'n onderwerp. Als we toch vanuit een breder perspectief de Nederlander daarin willen begeleiden, wie zou daar dan een rol in moeten spelen? Kijk, de officiële instanties die zouden veel onafhankelijker moeten zijn. Die vertellen vaak al 30, 40 jaar hetzelfde. Maar in de wetenschap is er ontzettend veel ontwikkeling. Daar kan in 10 jaar ontzettend veel gebeuren. Laat staan in 30 of 40 jaar. Nou ja, laten we dan een aantal jaar vooruit kijken in 2025. Wat denk jij dat er dan... Welke stappen zijn er dan gemaakt? Welke kennis is nieuw? Of welke ontwikkelingen zijn duurzaam? Kijk, het boek is nu 1,5 jaar oud. Iedere keer met het nieuwste nieuws wordt het weer herbevestigd. Dat vind ik heel grappig. Dus ik weet, ik zit op de goede lijn. Ik denk dat dat alleen nog maar doorgaat. Dat komt denk ik ook omdat ik me dus op die natuurlijkheid baseer. Ik denk dat die natuurlijkheid in de toekomst nog veel meer gaat worden bevestigd. Bijvoorbeeld kokosolie, zou ik maar zeggen. Dat soort onderwerpen of geen snelle koolhydraten. Ja. Dat zal alleen maar steeds meer worden bevestigd in de toekomst. Er komt steeds meer bewijs voor dat we het eigenlijk moeten, dat we eigenlijk een beetje terug moeten naar de kern, terug naar hoe we het vroeger deden. Die trend zie je sowieso breder in de maatschappij. Mensen vinden het leuk om zelf weer dingen te gaan doen, zelf te gaan fermenteren, zelf brood te gaan bakken, zuurdesembrood, zelf bouillons te gaan maken. Ik denk dat die trend zich gaat doorzetten.